The project team has arrived on the site this morning. We are facing some bad weather today. It's not a token of appreciation or whatever, you know. Okay. Jylle... Was to let you hear, ne? Okay. And now bloos ek. Praat net soos jy kam en soos kam. Ek is kam en netle. Van wat sou nie eduke? Ons eduke center bestaan vanaf 1989. Ek is dan 7 jaar die principaal. En een paar weken geleden het die IWK studenten my genader met een taak wat hulle moet inhandig en hulle wil weet as hy enig iets wat hulle kon doen. Ons het so een meeting gehad en hulle het gesê hulle gaan die gebouw ver. En ek dink dit was een uitstekende taak wat hulle gedoen het. Dit was een van ons doelwitte vir 2017. So ek dink hulle het my gehelp om een van die doele te bereik. Dit het heel wat aandag getrek. Kinders, ouers, baie het ons gecomplimenteer, baie het opgelet, selfs vir voorbijgaanders wat net voorbij gestap het, het gesê, wow, wow, dit is nice. En ek wil net die studente bedank en baie dankie vir dit wat julle gedoen het. Die gebouw lyk goed en ek wens julle alles wat mooi is vir die toekoms toe. Some before footage of how it looks. And they
staff in die krat, Ashley? Wat ik niet al een hele geboren vriend wat ik niet 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 Ik was hier slag van mij op zich niet. Die kies. Dan is het. Ja, ja. Je zak. We would just like to thank SS for Alice for being the sponsor and sponsoring us with the necessary paint and equipment to fix up the crash. And without SS for Alice, it wouldn't have been possible to complete and empower the young kids here. Thank you, SS for Alice. My name is Kulin, one of the team members of Project Colors. This is what we did over the weekend. We uplifted the front of Watsoni Eduke. We started this project on Saturday the 27th of May 2017, and we finished today at 28th of May 2017 at about 3:30. We started at 9 a.m. yesterday morning and we pulled it through with the front of this well-established Eduke Center uplift. Two coats of paint. Thanks.